Goed, als iedereen binnen is, dan wou ik beginnen met de persconferentie. Na afloop van de wedstrijd SC Cambuur Handelsport. Die wedstrijd kende een 1-0 ruststand, uiteindelijk de 3-0. Roy Hendriksen, weer even terug in Leeuwarden. Desondanks het resultaat, graag je analyse. Ja, dankjewel. Je weet als je naar Cambuur gaat dat het een moeilijke avond tegemoet gaat. Uiteindelijk hebben we denk ik de ploeg heel goed voorbereid. We hebben precies alles gedaan wat we gezien hebben vanavond. Alleen als je na 1 minuut al, of nog ineens, na 30 seconden al weet of vergeet hoe de loopacties van Cambuur zijn, dan weet je helemaal dat het een hele moeilijke avond wordt. En als je dan meteen na 1 minuut al 1-0 achterkomt, dan denk je van nou, wat gaat er nu gebeuren? Hoe blijft de ploeg overeind? Terwijl de ploeg altijd zeer stabiel is. Nou, we hadden toen de eerste kwartier hadden we echt heel veel moeite, waarbij Cambuur heersend was. Daarna kwamen we meer in duels, want ja, wij moeten het minder van voetbal hebben zoals Cambuur, maar meer van duels. En dan in de omschakeling kunnen we gevaarlijk worden. Uiteindelijk bleef het een beetje stabiel, waarbij we nog eigenlijk veel tegen moesten houden. Maar in de omschakeling hadden we wel een paar momentjes om nog te kunnen scoren. Twee keer een kopbal en net voor rust hadden we misschien nog de 1-1 kunnen maken. In de rust, iedereen zei van, nou wat is dit voor een ploegtrein? Tikketakki, het loopt overal. En toch zijn de posities bezet. Nou, dat is een compliment voor Cambuur. Onze jongens hebben er alles aan gedaan in de eerste helft om beter te gaan staan. Dat vergt heel veel energie. Nou, dat zag ik inderdaad in de rust. Tweede helft zijn we toch weer goed uit de startblokken gekomen, ondanks dat. Eerste kwartier deden we goed mee. Daarom dacht ik van, nou, als nu het moment is om eventueel een doelpunt te kunnen maken, vandaar de wissel. En uit niets, eigenlijk weer bij de vrije trap van Cambuur die ze snel nemen, kon de bal op onze rechterkant, lage voorzet, goed naar binnen gekomen, goede goal. En is 2-0. Dan denk je van, oei, dat is heel jammer. Terwijl we net in de wedstrijd zaten om te denken van, nou, wie weet is er nog toch nog iets te halen hier. Daarna bleef het een beetje vlakjes. Cambuur bleef heersen aan de bal en wij moesten gewoon veel energie leveren in het verdedigen. Wij moesten iets meer opportunistisch gaan spelen. Desondanks kregen we nog een strafschop. Of nou gelukkig is of niet. Nou, dan denk je van als die erin gaan, dan kunnen we misschien toch nog iets spannends neerzetten hier. Maar het mocht niet zo zijn. Cambuur was een maatje te groot. Moet je accepteren met z'n allen. Ik kan niemand iets verwijten. Ik kan alleen maar een groot compliment geven aan Cambuur. Als je ziet hoe ze 2017 in zijn gegaan. Wat ze allemaal nog kunnen rijken en toereiken en kunnen behalen. Dus wens ik ze Sipke en Cambuur heel veel succes mee. En wij gaan dit heel snel vergeten. En we gaan gewoon weer richting Telstar. En dan proberen daar weer 3 punten te halen. Dankjewel. Dankjewel, Roy. Nou, dat zijn mooie woorden, Roy. En bedankt daarvoor. Als wij naar Helmond kijken, natuurlijk hebben wij ook verschillende wedstrijden van Helmond bekeken. En dan zie je dat ze op 37 punten staan. Ik denk voor Helmond uniek. Hè? Iets een prachtige prestatie neergezet. Periode gepakt. Dus dat zegt ook iets over hoe Helmond dit seizoen in deze competitie zit. Ook gezien dat het een fysieke ploeg is met veel lange jongens. Nou, als je dat tegen onze spelers wegzet, wij spelen met veel kleinere mannetjes. Dus wij moeten er echt van het voetbal hebben. En we hebben ook gezegd en wel op getraind dat wij uit de duels moesten blijven. Veel aan de bal, veel beweging. Nou, dat is denk ik vandaag super geslaagd. Een beetje dezelfde voorsprong als vorige week tegen Dordrecht. Tweede minuut, 1-0 voor. En dan heb je weer het gevoel van het zou wel weer zo'n avond kunnen worden als vorige week. In ieder geval de eerste helft van vorige week. Dan blijft het tot rust slechts 1-0. Waarbij wij ook nog wat kansjes hebben gehad, of kansen hebben gehad. Hetzelfde geldt ook voor Helmond. Die hebben een x-aantal, in ieder geval nog een kopbal gehad. En dan ga je met 1-0 de rust in en dan zetten we met z'n allen weer even neer. En waar er ook nog meer kansen voor ons liggen dat we rustig aan de bal moeten blijven. Dat we moeten blijven bewegen, want je zag ook dat Helmond 1-op-1 man op man ging spelen. Hè. De backs vaak doordekten op hoefdraad. Nou, dan moet je van die ruimtes gebruik maken die die hoefdraad creëert. Dus dat was ook voor onze spitsen belangrijk voor Marvin Peersman om in die ruimtes te komen. Dan valt er 2-0 en dan heb je helemaal het gevoel dat de wedstrijd in de knip zit. En dan is het 5 minuten later de penalty. En dan zie je toch dat onze keepers, en ik noem onze keepers, daarin is natuurlijk René Ponk verantwoordelijk voor, dat die echt stappen aan het maken zijn. En dat geldt voor alle drie keepers. En dat is denk ik een groot compliment ook richting René Ponk. Dat Harm rustig blijft in de situatie. Vooraf goed is geïnformeerd. De bal pakt. De spanning uit de wedstrijd houdt. Dan wordt het 2-1. Dan gaat het voor ons ook echt billenknijpen worden. Vooral de manier van hoe Helmond wil spelen met ja, veel toch de lange bal. Tweede ballen willen winnen. Dicht bij de goal. Zo dicht mogelijk bij de goal. En vanuit die tweede ballen kansen proberen te creëren. En ik denk dat na die 2-0 Cambuur helemaal los ging. En toen hebben we ook powerplay gezien. Bij Vlaag een gale voorstelling, wat ik vorige week ook heb genoemd.
Dan valt nog de 3-0. Ook nog een geweldige goal van Jamire Montero. En ik wil nog even één ding noemen. Dat is Jurriën Mannes. Debuut gemaakt vandaag in een vrij vol stadion. Waar op de training al gezien dat hij geweldig goed kan voetballen. Dat wisten we ook al. Natuurlijk hebben we hem daarvoor ook gehaald. Rustig aan de bal. Past precies in de groep. Wil hard werken en kan ontzettend goed voetballen. En dan is het altijd de vraag van ja, dan maak je je debuut bij Cambuur vol stadion. En ja, hoe pak je dat dan op? Nou, ook complimenten richting Jurriën Mannes, want die heeft het vandaag als debutant uitstekend gedaan. Al met al denk ik terechte overwinning. We zijn er heel blij mee. We stijgen, dacht ik, naar de 5e plek in de competitie. Nou, dat is ook vooraf een beetje onze doelstelling geweest. Dus de teams die nou onder ons zitten, die moeten nu achter ons staan. En het was een tijdje was het andersom. En ik wens bij deze Helmond veel succes verder in de competitie, Roy.